Goedemorgen allemaal en ja, welkom bij dit webinar op naar een gezondheidsvaardige gemeente en GGD. En nou, supergoed ook om te zien dat jullie allemaal gelukt is om binnen te komen. We hadden namelijk wat technische problemen in aanloop naar dit webinar met ons aanmeldsysteem, waardoor we eigenlijk ja, niet precies meer wisten en konden zien wie zich uiteindelijk hadden aangemeld. Nou, we hebben dat geprobeerd te repareren door de link te verspreiden via allerlei kanalen. En nou, zo te zien lukt dat dus, want we hebben best wel wat mensen aanwezig. Maar goed, er gaan dus ook nog wel wat mensen binnenkomen, gok ik, gedurende dit webinar. En dat gaat ons gelukkig niet al te veel storen, vermoed ik. We nemen dit webinar ook op, dus we hoeven ook niemand anders teleur te stellen die het niet gelukt is om in te loggen. Dus die gaan we nog een keertje mooi verspreiden via onze website en via onze kanalen, zodat iedereen hem netjes kan terugkijken. Ja, dus even nog even huishoudelijke mededelingen. Ja, we nemen hem dus op. Dus mocht je denken van ik wil niet op de opname, zet dan je camera uit en je microfoon uit. Dan zorgen we ervoor dat je op die manier niet in de opname terecht komt. Nou, er is ook ontzettend veel ruimte om vragen te stellen in dit webinar. Altijd belangrijk natuurlijk. En dat doen we dan steeds na afloop van de verschillende blokken van sprekers. Even kijken. Maar ja, laten we dus hopen dat er nog veel mensen binnen instromen. We zijn nog heel veel bezig met de techniek ook aan de achterkant, maar dat komt ook helemaal goed. Maar laten we dus hopen dat er veel mensen nog bijkomen, want we merken wel dat het een enorm hot topic is op het moment in het land, gezondheidsvaardigheden. En bijvoorbeeld als je kijkt naar waar gemeenten mee bezig zijn, waar GGD'en mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in het kader van de lokale GALA-plannen of de regionale ISA-plannen. Maar ook bijvoorbeeld als we kijken naar onderdelen van armoedebeleid of bredere sociaal domein beleidsnota's. Dan zien we eigenlijk dat daar ook gezondheidsvaardigheden steeds vaker prominent aanwezig zijn. Of in ieder geval de wens daartoe is. En je zou ook bijvoorbeeld nog kunnen denken aan ja, meer de verbeterplannen van de uitvoering. Hè? Dus echt naar dienstverlening van partners in het sociaal domein of in de sociale basis. Ook daar zien we steeds vaker de behoefte om ja, veel beter aan te sluiten bij die inwoner, bij die doelgroep. Mijn naam is Tom Moons. Ik ben strategisch adviseur bij FAROS, het Landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. En ik werk daar vanuit het programma Gezond In, onder andere. En vanuit die rol adviseer ik een aantal gemeenten in hun lokale aanpak voor het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. En vanochtend mag ik jullie meenemen door dit webinar. En zal ik ook de tijd voor jullie netjes in de gaten houden, zodat we ja, op tijd weer mooi klaar zijn. En jullie naar jullie volgende afspraken kunnen in vast overvolle agenda's. Ik ga FAROS zo meteen nog iets beter introduceren en uitleggen wie we zijn en wat we doen. Maar ik wil jullie eerst even meenemen door het programma van deze ochtend. En we zullen eigenlijk het komende anderhalf uur jullie even meenemen door gezondheidsvaardigheden en hoe je daar als gemeente en GGD nou rekening mee kunt houden of aan kunt werken. En dat doen we samen met een aantal experts en die ga ik zo meteen ook noemen. En daarnaast krijgen jullie ja, tussen de sprekers dus ook steeds ruimte om die vragen te stellen. Mocht je tussentijds al vragen hebben, zet ze dan even in de chat. Dan hou ik die vast in de gaten en zal ik die ook proberen als eerste dan in de vragenronde te stellen. En mocht je daarna dus nog vragen hebben, steek dan even je handje op en dan krijg je van mij het woord. Het programma. Eerst zal mijn collega Irene Lotman jullie een introductie geven over gezondheidsvaardigheden. Nou, vervolgens zal Corieke van Vulpen, ook van FAROS en ook van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, meer vertellen over wat je als organisatie kunt doen. Dan focussen we eigenlijk op het model van de gezondheidsvaardige organisatie. Daarna hebben we José Ketelaar van GGD Gelderland Zuid bereid gevonden om jullie mee te nemen in hoe zij eigenlijk al jarenlang aan de slag is in de praktijk met gezondheidsvaardigheden. En daarvoor met laaggeletterdheid en wat zij hiervan geleerd heeft. Eigenlijk allemaal wijze lessen, denk ik, om mee te nemen. En tevens ook valkuilen die zij al eens tegengekomen. Zodat jullie die zelf niet meer, daar zelf niet meer in hoeven te stappen. Na José hopen we dat jullie allemaal heel erg enthousiast zijn geworden. Om zelf ook aan de slag te gaan met gezondheidsvaardigheden. Maar goed, er kan natuurlijk nog best wel een drempel zijn. Hè? En waar ga ik dan beginnen? Waar zet ik er dan op in als eerste? Nou, daar hebben we gelukkig een ondersteuningsaanbod voor ontwikkeld. Dus daar gaan we mee afronden. Kort even toelichten wat het ondersteuningsaanbod is. En hoe jullie daar ja, meer informatie over hebben. Ja, waarom doen wij dat dan vanuit FAROS?
voor degenen die ons niet kennen, want ik zie een aantal nieuwe namen voor mij, maar dat betekent natuurlijk niet dat jullie Faros niet kennen, maar ik ga toch heel even kort voorstellen. Faros is het Landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. En wij zetten ons in om gezondheidsverschillen terug te dringen. En dat doen we dan vanuit de visie dat dit alleen lukt eigenlijk als je gezondheid en zorg voor iedereen toegankelijk is en ook dezelfde kwaliteit oplevert. Met andere woorden, zetten wij ons eigenlijk in voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. En om dat te bereiken is het ook superbelangrijk om als overheid of als zorgprofessional of welzijnswerker, waar je dan ook actief bent, rekening te houden met gezondheidsvaardigheden van jouw doelgroep. En momenteel is dat helaas niet voor iedereen het geval, dat we dezelfde kans hebben op gezondheid. Want als we dan grosso modo kijken, dan houden we dus misschien ook wel onvoldoende rekening met gezondheidsvaardigheden van onze doelgroepen op dit moment. Zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dus we zien dan dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen mensen op basis van hun sociaal-economische positie. En dat meten we dan heel vaak aan de hand van opleidingsniveau of op de hand van inkomen. En dat drukken we dan uit in levensverwachting en in gezonde levensjaren. Of in gezonde levensverwachting. En we zien dan in het plaatje dat mensen met een lager opleidingsniveau gemiddeld zo'n 6 jaar eerder overlijden. Dan mensen met een hoger opleidingsniveau. En bij onderscheid naar inkomen zijn die verschillen nog net ietsjes groter. En die verschillen worden helemaal groot als we aan de linkerkant kijken naar de gezonde levensverwachting. Dan zien we eigenlijk wel een verschil van 15 jaar. Wat dan dus eigenlijk betekent dat mensen in een lagere sociaal-economische of kwetsbare positie zich 15 jaar eerder ongezond voelen of ziek gaan voelen. Gezondheidsvaardigheden spelen daar ook een belangrijke rol in. En daar zal mijn collega Irene jullie nu meer over gaan vertellen. Irene, mag ik jou het woord geven, zodat jij jezelf even kunt voorstellen en dan het verhaal voort kunt zetten. Dankjewel, Tom. Ik ben Irene Lotman, ook dus, wat Tom al zei, collega, strategisch adviseur. Wij richten ons bij het programma Gezond in vooral op gemeenten en GGD'en. En onze andere programma's die richten zich veelal ook op zorgprofessionals en op zorggroepen. Als we gezondheidsverschillen willen verkleinen, moeten we natuurlijk weten wat de oorzaken en dus ook de aangrijpingspunten zijn van de gezondheidsverschillen. In dit onderzoek, daar zie je een plaatje van het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin gevraagd is aan mensen, wat zijn volgens u nu de redenen waarom u zich ongezonder voelt? En je ziet dat vooral ongezondheid veroorzaakt wordt door de domeinen bestaanszekerheid en leefomstandigheden. Die factoren die bepalen meer voor de helft het feit dat mensen zich ongezonder voelen. En bij bestaanszekerheid gaat het in dit onderzoek vooral om het hebben van inkomenszekerheid. En bij leefomstandigheden gaat het over je woning zelf, of die gezond en schimmelvrij is, geluidsvrij is. En ook over je omgeving, of je je daar veilig en prettig bij voelt, of je geen last hebt van overlast bijvoorbeeld. En andere factoren die in iets mindere mate van invloed zijn, zijn het sociale netwerk, de kennis en vaardigheden. Daar gaat dit webinar vooral over. Maar je ziet ook dat voor 10% mensen aangeven dat voor 10% de toegang tot zorg voor hen ook belemmerend werkt op hun gezondheid. En dan gaat het vooral om factoren onder betaalbaarheid en begrijpelijkheid van zorg. En daar gaat dit webinar ook uitgebreid verder op in. En tot slot de werksituatie. Daarbij gaat om de arbeidsomstandigheden, dus de fysieke, soms zware fysieke omstandigheden waaronder mensen moeten werken, of ook de flexibele contracten. En eigenlijk zie je bij de groep mensen waar we het nu over hebben, dat die problemen vaak op meerdere domeinen hebben. En als die zich langdurig voordoen, dan leidt dat tot chronische stress. En dat is het mechanisme wat van invloed is op de slechtere gezondheid. Zoals jullie wel bekend is er chronische stress is zowel slecht voor de lichamelijke gezondheid als voor de mentale gezondheid. Dus er is meer risico op het ontstaan van overgewicht, op hart- en vaatziekten, diabetes, direct via het hormoonstelsel, maar ook
Dus op de mentale gezondheid, het doet wat, dat kan je wel bedenken, chronische stress met je geheugen, je concentratie, een korte lontje. En dat kan ook weer leiden tot meer risico op mentale ziekten zoals depressie of angststoornissen. En ook meer risico op verslaving of het in stand houden van verslaving. Dus bijvoorbeeld dat het moeilijker is om te stoppen met roken. Ja, voor veel mensen is de toegang en het gebruik van onze gezondheidszorg eigenlijk te ingewikkeld. In Nederland heeft 25% van de mensen beperkte gezondheidsvaardigheden. En daaronder verstaan we dat mensen moeite hebben met vinden, begrijpen en toepassen van informatie over de gezondheid. Daarover later meer. En 18% van de mensen is laaggeletterd, heeft moeite met lezen en schrijven. En dit bij elkaar, dat leidt ertoe dat mensen, ja, deze groep mensen moeite heeft om mee te doen en om mee te komen in onze maatschappij. En ze vinden het ook moeilijk om dus een beroep te doen op niet alleen op onze gezondheidszorg, maar ook op voorzieningen op het niveau van op het vlak van de bestaanszekerheid. Dus om toegang te krijgen tot inkomensregelingen of financiële bijstand. En wij krijgen heel vaak de vraag, hoe kunnen wij nu de moeilijk bereikbare groepen bereiken? Want we hebben een pot met geld en we hebben allerlei voorzieningen voor mensen. Maar ze maken er geen gebruik van. En wij zeggen eigenlijk met deze kennis, als je weet dat 1 op de 4 mensen moeite heeft om de weg te vinden in de zorg en in de dienstverlening, zou je de vraag misschien juist moeten omdraaien. Hoe kunnen we onze moeilijk bereikbare voorzieningen toegankelijker maken voor de mensen die dit ingewikkeld en hier moeite mee hebben? En dat is dus een aardige grote groep. Ja, gezondheidsvaardigheden. Ik ga daar nu wat verder op in. Over wie hebben we het en wat. Zoals ik net al zei, 2,5 miljoen mensen is laaggeletterd. En 1 op de 4 is beperkt gezondheidsvaardig. Wat de verschillen zijn, licht ik zo verder toe. En we zien ook dat een grote groep mensen, bijna 1 op de 5 mensen, zich een digistarter noemt. En dat wil zeggen dat mensen moeite hebben om de digitale ontwikkelingen bij te houden en ook moeilijk een weg daarin kunnen vinden. En ik moet eerlijk bekennen dat ik maar daar zelf soms ook toe reken als ik iets wil aanvragen. En het is natuurlijk heel begrijpelijk dat mensen die laaggeletterd zijn, dat die veelal ook moeite hebben met digitale vaardigheden. Nou, laaggeletterdheid, ik zei het net al, dat gaat om de groep mensen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, waardoor je moeilijker mee kan komen. Het is wat anders dan analfabetisme. Dat wil zeggen dat je nooit hebt leren lezen of schrijven. Dus dan spreek je echt over ongeletterdheid. En het is dus ook wat anders dan de taal niet kunnen verstaan. Maar gaat erom of je echt of je ooit op school goed hebt leren lezen en schrijven. En veel mensen die laaggeletterd zijn, die hebben wel een school of een praktischer opleiding gehad. En die kunnen dus moeilijk meekomen. Er zijn de afgelopen tijd is er ook best wel veel aandacht voor geweest. Er zijn ook 2 tv-programma's geweest. Misschien hebben jullie het gezien. Over Leven zonder letters met Frans Bauer. En ook een programma met Loes Luca. En dat is mooi dat daar meer bewustwording komt. Dat het om een grote groep mensen gaat. Maar om mee te kunnen komen in onze maatschappij en ook voor je gezondheid heb je meer vaardigheden nodig dan lezen en schrijven. Ik zei het net al, de digitale vaardigheden. Alles gaat bijna nu digitaal. He, om een bioscoopkaartje te kopen, om een afspraak te maken bij de gemeente of in het ziekenhuis. Je hebt echt wel, dat is echt wel heel belangrijk, omdat je anders langzamerhand een beetje de boot gaat missen. Of heel veel moeite moet doen of mensen uit je omgeving moet vragen om jou te helpen. Het advies wat je bijvoorbeeld krijgt van de GGD, van de jeugdgezondheidszorg of juist van een consulent werk en inkomen,
van wat nou de vervolgstappen zijn. Voor veel mensen is dat ook ingewikkeld en schamen zich ook om aan te geven dat ze het eigenlijk niet zo heel goed begrijpen. Dus het is heel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. En bijvoorbeeld de terugvraagmethode te hanteren. Om te zeggen van, nou, we weten dat veel mensen moeite hebben met het met sommige formulieren. Geldt dat soms ook voor u? Maar daarover zo meer. Dus daarmee met van daaruit van het moeite hebben met lezen en schrijven en dat er meer nodig is dan dat komen uit op de gezondheidsvaardigheden. Ik licht het net al toe. Het gaat om het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over de gezondheid. En bij het vinden gaat het dan het vinden op het web, dus het digitale vaardigheden, maar ook letterlijk om de weg te vinden in bijvoorbeeld een gebouw, in het gemeentehuis of in het ziekenhuis, waar zaken heel vaak nog met letters en met zinnen staat aangegeven. En voor een grote groep mensen is het fijn om meer met afbeeldingen te werken. Het gaat ook om het begrijpen van bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven, om mails, om formulieren vooraf in te vullen en dus ook om het toepassen. Je kan je voorstellen bij medicatievoorschriften, als dat 3 keer daags 3 druppels, dat is voor sommige mensen al ingewikkeld. En dan daarom zijn er nu ook manieren, of is er meer aandacht voor van 3 keer per dag 1 druppel of 3 druppels in het linker oog en in het rechter oog bijvoorbeeld. Ja, je kan je voorstellen dat beperkte gezondheidsvaardigheden gevolgen hebben voor de gezondheid. Dus mensen ervaren de kwaliteit van zorg ook als minder goed, omdat er minder goed aangesloten wordt op hun vaardigheden. Waardoor ze soms zorg uitstellen of mijden. Of denken, ik heb het niet heel begrepen of ik hier nou zelf voor moet betalen. Ik wacht dat nog maar even af. En waardoor soms de problemen kunnen verergeren. En mensen later op een later moment, wanneer de problemen al ernstiger zijn, een zorg inschakelen. En dat leidt uiteindelijk tot veel onnodig leed en stress en pijn bij mensen. Maar natuurlijk ook tot duurdere zorg. Dus belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Nou, hier hebben we een filmpje over een jonge vrouw die zwanger is en informatie krijgt over hoe zij gezond kan leven en wat ze wel en niet mag eten en wat belangrijk is voor een gezonde zwangerschap. En ze geeft in dit filmpje aan dat ze het heel ingewikkeld vindt. En ze krijgt in dit filmpje ook een ander voorbeeld waarbij met weinig tekst en veel afbeeldingen wordt gewerkt. En ze geeft aan hoe fijn dat eigenlijk is. En ze vraagt zich af, waarom wordt het allemaal zo ingewikkeld gemaakt? En dat filmpje kan je op een later moment nog eens terugkrijgen. Of delen met collega's om hierover in gesprek te gaan. Dus afrondend, als wij hier iets aan willen doen, dan zijn er logischerwijs 2 aangrijpingspunten. We kunnen de vaardigheden van het individu, van de mensen zelf vergroten, de gezondheidsvaardigheden, door bijvoorbeeld taalles in combinatie met beweeglessen en informatie over hoe het lichaam werkt, hoe het zorgsysteem werkt, of hoe de toegang tot bijstand werkt. Maar we kunnen ook aan de andere kant werken om de organisaties gezondheidsvaardige organisaties te laten worden. Omdat organisaties hun werkwijze meer gaan aanpassen aan de vaardigheden van mensen. En daar gaat mijn collega nu iets meer over vertellen. Ja, dankjewel Irene. Hij mag naar de volgende slide. Mijn naam is Corieke van Vulpen. En ik ben strategisch adviseur bij VAROS op het thema gezondheidsvaardigheden en specifiek op het thema gezondheidsvaardige organisaties. En daar zal ik jullie wat over vertellen. Vanuit mijn functie bij VAROS ben ik ook coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dat is een netwerk van ruim 140 partners
die allemaal bezig zijn met rekening houden met gezondheidsvaardigheden en met het worden van een begrijpelijke organisatie. Misschien als we de PowerPoint nasturen, je kan je e-mailadres in de chat zetten, kunnen we ook wat informatie over deze alliantie sturen. Vele van jullie zijn al. Corrieke, jouw microfoon is uitgevallen. Was het tot nu toe wel te horen? Ja, oké, gelukkig. Ik heb in de chat een link gezet naar de eerstvolgende bijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 9 april. Dus voel je vrij om daar een kijkje te nemen om meer over dit netwerk te leren. Ja, mag die naar de volgende slide? Een gezondheidsvaardige organisatie, waar hebben we het nou over? De term gezondheidsvaardigheden gaat natuurlijk over de vaardigheden van de mensen zelf. Hè? En Irene ligt net al toe, je kan die vaardigheden verbeteren. Hè? Volwassen taalonderwijs bijvoorbeeld, of digitale vaardigheden verbeteren. Maar dit gaat helemaal over de andere kant. Hoe kan je als organisatie nou toegankelijk en begrijpelijk worden voor iedereen? Dus mensen met hoge, gemiddelde, lage gezondheidsvaardigheden. Je bent begrijpelijk voor iedereen. En we noemen dat een gezondheidsvaardige organisatie. Dus de term is wat verwarrend, maar dan weet je waar die vandaan komt. Mag die door naar de volgende. Dit is een model. Er zijn internationaal verschillende modellen beschreven van een Health Literate Care Organization, een gezondheidsvaardige organisatie. En wij hebben als VAROS deze modellen gecombineerd en vertaald en zijn op deze 10 onderdelen uitgekomen. Ik loop ze allemaal heel kort langs. Misschien nog even die vorige, want daar is die ietsje groter. Ja, dankjewel. Het is niet in een bepaalde volgorde, maar je ziet bovenaan bewustwording, dat is wel vaak waar het mee start. Hè? Dat je dus in je organisatie bewustwording creëert van het feit dat de standaard informatie en zorg voor een hele grote groep te ingewikkeld is. En dat je de urgentie voelt om daar met z'n allen wat aan te doen. Nou, beleid is een tweede, hè, die is heel belangrijk. Je kan zelf wel aan de slag willen, maar uiteindelijk moet je toch op beleidsniveau ook afspraken maken. Je moet tijd vrij kunnen maken, middelen hebben. Dus ook op beleidsniveau moet je steun hebben. Soms begint het van onderop en komt dat beleid later. Maar dat is zeker ook goed onmisbaar om dit te faciliteren. Begrijpelijke materialen. Je ziet ook iemand die daar een materiaal aan het testen is met een ervaringsdeskundige. Dat is iemand die zelf moeite heeft met lezen en schrijven. Het gaat erom dat je materialen een begrijpelijk taalniveau hebben, dat veel gebruik wordt gemaakt van visuele ondersteuning. En dat je ook test voordat je iets publiceert, het concept ook test op begrijpelijkheid met de mensen om wie het gaat. Dat geldt ook voor begrijpelijke digitale zorg. Alles wat je online via apps of via je website ontsluit. Bijvoorbeeld ook het online afspraken maken. Hoe gebruiksvriendelijk zijn dat soort formulieren. En dat je dat ook test op begrijpelijkheid. Nou, toegankelijkheid heeft eigenlijk te maken met voordat je in contact komt met de organisatie, met de preventie of hulpverlener of zorgverlener. Eigenlijk de stap nul. Wat is de toegang naar jouw organisatie? Dat kan gaan om een bewegwijzering in het gebouw, voordat je bij de spreekkamer uitkomt. Het kan gaan om een telefoonbandje of een bewegwijzering voordat je überhaupt een aanmelding kan maken. Daar zit ook een haakje met begrijpelijke digitale zorg, want dat gaat vaak digitaal. Dus hoe is de toegang eigenlijk de stap nul tot aan het contact met een professional? Communicatief vaardige medewerkers. Nou, je ziet hier iemand in een spreekkamer, maar dat kan ook gaan om voorlichting, mensen aan de balie, mensen aan de telefoon, overal waar er persoonlijk mondeling contact is. Zorg dat dat begrijpelijk is voor iedereen en er zijn ook manieren om te checken of de boodschap goed is overgekomen. En dat is de terugvraagmethode. Dat je gewoon zorgt dat daar geen misverstanden ontstaan. Extra ondersteuning is een hele belangrijke, want we werken eigenlijk in twee bewegingen. Je kan je hele organisatie een heel stuk begrijpelijker maken, zodat de groep die het begrijpt misschien niet 50% is, maar helemaal opschuift naar 80%. Hè, dat is het ideaal. Maar je zal het nooit 100% begrijpelijk kunnen maken voor iedereen. Want er zijn ook mensen die helemaal niet digitaal vaardig zijn of geen computer hebben. En mensen die helemaal de taal niet spreken. Mensen die echt analfabeet zijn of anderstalig zijn. Of een lichtverstandelijke beperking hebben. Dus je zal altijd moeten kijken,
Waar kunnen we ook nog extra ondersteuning aanbieden? Bijvoorbeeld dat er altijd een telefoonnummer bij staat of dat je ook een mondeling langs kan gaan om iets te bespreken. En dat kan je eigenlijk door het maken van een klantreis, hè, van waar kan je die extra ondersteuning op al die communicatiemomenten toch toevoegen. Inclusief onderzoek is een hele belangrijke. Als je onderzoek doet, hè, vragenlijstonderzoek of een monitor of in de zorg zie je vaak cliënt- of patiëntervaringen meten. Zorg dan dat je iedereen eigenlijk de kans geeft om zijn stem te laten horen. Hè. En als dat gebeurt via een ingewikkelde vragenlijst, zul je zien dat de mensen met wie het misschien toch al best goed gaat, dat die alleen hun stem kunnen laten weten. Dan ga je daar weer je beleid op baseren. En dan mis je eigenlijk een hele belangrijke stem. Hè. Dus daar geldt ook zowel het begrijpelijk maken van vragenlijsten en manieren om mee te doen. Maar ook daar weer maatwerk leveren om bijvoorbeeld ook de wijk in te gaan en mondeling met mensen in gesprek te gaan die helemaal niet mee kunnen of willen doen aan vragenlijsten. Bereik iedereen. Dat is ook een hele belangrijke. Stel je voor, je hebt een interventie of je hebt een zorg of je wil een doelgroep bereiken. Komt iedereen eigenlijk bij jou uit? Hè? Weet iedereen dat die zorg en ondersteuning en preventie, dat preventieaanbod, dat er is? Of mis je nog een hele grote groep die daar echt juist baat bij kan hebben? En hoe ga je dat in kaart brengen en ook weer verbeteren? En als laatste, ervaringskennis centraal stellen. Nou, ik heb gezegd, bij begrijpelijke materialen kan je helemaal aan het einde testen op begrijpelijkheid. Maar wat je eigenlijk het beste kan doen, is helemaal aan het begin, als je een materiaal ontwikkelt of een nieuwe dienst of beleid ontwikkelt, helemaal aan het begin met mensen op tafel gaan om te kijken hoe zou het aanbod er voor hen uit moeten zien, waar is behoefte aan en hoe is het haalbaar en begrijpelijk voor iedereen. En daar kun je dus denken aan een hele diverse groep. En mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Mensen met verschillende culturele achtergronden. Misschien mensen in een situatie van stress en armoede. En mensen met psychische problematiek. Hè. Zorg dat je daar misschien nog wat diverser kijkt in wie je daar spreekt. Nou, dat even in het kort. En dan vertel ik nu wat over de manier waarop je met dit model kan werken. En dat is dan de volgende slide. Je kan nooit al die 10 punten tegelijk oppakken. En wij werken vanuit VAROS samen met organisaties in 3 fases, waarbij je eerst gaat verkennen en inspireren. Hè, van, misschien wil je na vandaag een bredere lunchbijeenkomst in de organisatie organiseren om te zorgen voor bewustwording, dat je echt met elkaar weet, we willen hiermee aan de slag. En hoe zit het eigenlijk met ons beleid op dit moment? Wat kan er beter en hoe kunnen we hiermee aan de slag? We voegen vaak ook aan het begin een praktijkcheck toe. Dat is eigenlijk dat stukje toegankelijkheid, dat je een bezoek krijgt, hè, van iemand die ervaringsdeskundig is, die bijvoorbeeld moeite heeft met lezen en schrijven en die alle dingen aan kan geven van hoe sta je daar nou eigenlijk voor en waarop zou je kunnen verbeteren. En dan ga je in de tweede fase ga je kijken, nou, waar doen we het eigenlijk al heel goed, waar willen we nog verbeteren met elkaar en dan ga je er 2 of 3 uitpikken om mee aan de slag te gaan. En dan ga je aan het eind weer met elkaar kijken, nou, hoe is dat gegaan? Hoe kunnen we dat borgen in ons beleid? Hoe kunnen we die kennis breder delen? En wat willen we eventueel hierna nog oppakken? Mag die naar de volgende? Nou, dit is even 2 foto's van wat je in fase 1 doet. Een praktijkcheck. Je ziet hier een praktijkcheck van een ervaringsdeskundige taalambassadeur van Stichting ABC. Daar werken we vanuit VAROS veel mee samen. En zij geeft op dat moment feedback op de vele en ingewikkelde briefjes die bij de balie hangen. Stap 2 is nog even de inspiratiesessie. Hè. Dan ga je dus met elkaar kijken naar deze 10 onderdelen. Dit heb ik eigenlijk al toegelicht, maar dat beleid is dat je dan ook even met elkaar gaat kijken van wat zijn eerdere projecten geweest, hoe is het met het draagvlak, hoe is het met de bekendheid, hoe kunnen we goede voorwaarden scheppen om aan de slag te gaan. Moeten we bijvoorbeeld een werkgroepje vormen met enthousiastelingen of moeten we de beslissers er nu al bij halen? Hoe zorgen we dat we goed hiermee van start kunnen gaan? Volgende is fase 2, ja, dat heb ik net al toegelicht ook. Je gaat dan met 2 of 3 onderdelen aan de hand van wat je in fase 1 met elkaar bekijkt, ga je aan de slag. Omdat je niet alles tegelijk kan doen. En dan ga je vervolgens evalueren. Dat is de laatste slide. En dan ga je ook kijken van wat voor beleidskeuzes kunnen we maken. Hoe kunnen we zorgen dat we wat we hebben verbeterd ook kunnen inbedden. Dat het ook blijvend is.
En kunnen we dat ook verder breder delen binnen en buiten de organisatie en laten zien wat we hebben gedaan, hè, om ook die olievlek te vergroten, dat misschien meer organisaties of afdelingen denken, nou, wij willen hier ook mee aan de slag. Nou, heb ik tot slot nog een aantal, oh, dit is nog even de fases, ik ga dit niet op detail hoor doorlopen, maar dan zie je een beetje dat het best een lange doorlooptijd heeft. Hè. Dit is die eerste fase van inspireren en verkennen. Daar moet je zeker een maand of twee voor uittrekken. Dan moet je kijken van, nou, wat willen we nou eigenlijk oppakken met elkaar? Hoe lopen die keuzes? En dan ga je aan de slag. Hè, met bijvoorbeeld het verbeteren van je schriftelijke communicatie. Met bijvoorbeeld het verbeteren van je mondelinge communicatie door middel van trainingen. Door het inclusiever maken van je onderzoek. En daar moet je ook zeker 4 tot 6 maanden voor uittrekken. En dan ga je weer evalueren en weer door. Ja, en dan heb ik tot slot nog een aantal voorbeelden uit het land. Nou, we gaan straks uitgebreid José Ketelaar horen over de GGD Gelderland-Zuid. Dus ik heb nu even 3 andere GGD'en hier verzameld. Die op deze manier, hè, vanuit die cirkel met dat implementatieaanbod een start gemaakt hebben. Bij de GGD Amsterdam zie je dat daar een projectleider al is op begrijpelijke en toegankelijke GGD. Ik heb even niet gezien of de GGD Amsterdam aanwezig is. Maar daar zie je dus dat het eigenlijk ook al geborgd is in het beleid. En dat er ook al, hè, van bovenaf daar keuzes in zijn gemaakt. En daar is ook een hele lange adem al aan vooraf gegaan. Gemeente Voorne aan Zee, die is momenteel bezig. Zij hebben een praktijkcheck gedaan. Dus zo'n bezoek van een ervaringsdeskundige samen met bij het sociaal gebiedsteam. En die gaan binnenkort ook een bijeenkomst houden. Zo'n inspiratiesessie om met elkaar te kijken van hoe willen we hiermee aan de slag gaan. En de gemeente Heerde, die doen het bij het steun- en informatiepunt STIP. Een uitvoeringsorganisatie waarin vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen gesteld worden. Daar hebben ze ook een praktijkcheck gedaan. Of die is aanstaande maandag volgens mij, een praktijkcheck. En daar feedback van gekregen. Die hebben ook een onderzoek gedaan aan de hand van die cirkel. Hè. Hoe staan we er nou voor? En die gaan ook kijken wat ze hierna eventueel willen oppakken. Dan gaan we denk ik nu even stilstaan bij wat vragen. Daarna gaan we José horen. En ja, inderdaad. Dank jullie wel, Irene en Corieke, dat jullie ons hebben meegenomen door gezondheidsvaardigheden en hoe je hier als organisatie dan ook rekening mee kunt houden. Irene, ik denk heel interessant waar jij mee afsloot, namelijk het onderscheid tussen die twee sporen. Hè, het inzetten om in te zetten op gezondheidsvaardigheden. Dus we zien vaak dat men toch geneigd is om te denken van ja, we zetten dan in op het vergroten van vaardigheden. Maar goed, dat is dus niet het enige spoor. En daar redden we het niet alleen mee. Net zo belangrijk dus, en misschien nog wel belangrijker zelfs, om ook in te zetten op die omgeving en om deze gezondheidsvaardiger te maken. Of misschien dan juist wel inwonervaardiger. Dus, nou, en dat sluit weer heel erg aan op jouw verhaal, Corieke. Wat natuurlijk ook hartstikke fijn is dat we dan ook verschillende fases kunnen onderscheiden en stappen die je als organisatie kunt doorlopen. Om het ook lekker concreet te maken en wat handelingsperspectief te geven. Hè? Zodat je, het lijkt misschien wel een hele complexe, grote, meeslepende opgave die een beetje overweldigend kan zijn. Maar het is dus lekker in kleine blokjes te knippen en om kleine stapjes vooruit te zetten. Even kijken, ik ga even kijken in de chat of we wel wat vragen binnen hadden. Volgens mij nog niet. Ik zag heel veel e-mailadressen, dat is ook heel fijn. Maar anders, mocht je een vraag hebben, steek gerust even je hand op. En dan kun je die op dit moment stellen aan onze experts. Even kijken, ik zie nog geen vragen in de chat. Zijn er mensen aanwezig die nog een vraag willen stellen? Even kijken, ik zie een handje van Lydia. Hallo, ik ben Lydia Vivé, ben GGD Amsterdam, afdeling infectieziektebestrijding. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor de heldere uitleg. Wat ik me afvroeg of jullie nog tips hebben, want vanuit infectieziektebestrijding sturen wij ook regelmatig brieven. Maar dat is altijd vrij ad hoc, hè? Want dat is natuurlijk naar aanleiding van bijvoorbeeld een uitbraak op een kinderdagverblijf of een school. Dan sturen we brieven met instructies voor ouders, dat ze bijvoorbeeld op de gezondheid van een kind moeten letten. Natuurlijk letten we goed op de taal, maar je weet niet altijd naar wat voor publiek je die brief stuurt. En het kan ook heel gemêleerd zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat je precies de juiste snaar raakt? Want als het echt te eenvoudig is, kan ik me voorstellen dat dat ook niet bij iedereen helemaal goed aankomt, zeg maar.
dat dan misschien wat betuttelend? Of doe je dan een brief bijvoorbeeld met en beeld? Ik weet het niet. Dus dat is een beetje mijn vraag. Ja, zal ik daar antwoord op geven, Lydia? Dat is een veelgehoorde dilemma eigenlijk. Van hoe zit het met de hoger opgeleide? Of wordt het dan niet te eenvoudig? Gelukkig, we weten dat ook mensen die hoge vaardigheden hebben over het algemeen echt de voorkeur geven aan een stuk eenvoudiger. Hè? Want we leven in een infodemic. We krijgen heel veel informatie op ons af en de heldere opmaken en begrijpelijke taal is ook onderzocht dat dat ook niet zo snel afstoot voor hoge opgeleiden. Je moet het natuurlijk niet te eenvoudig gaan maken. Bij VAROS, ja, ik weet niet of je bekend bent met de taalniveaus, maar bij VAROS werken we meestal met A2, B1 niveau, daar een beetje tussenin. Als je echt op A1 niveau gaat zitten, kun je bijna geen informatie uitleggen, maar dat is vaak de balans waar we naar zoeken. A2 waar mogelijk, B1 waar nodig. En dan zou je zo rond de 90% mensen moeten hebben die dat begrijpt. Vaak zie je dat organisaties inzetten op B1 niveau, maar dan is er zeker een groep van 20% die het nog niet begrijpt. Dus je kan zelfs nog ietsje begrijpelijker gaan zitten. Ja. Dus A2 niveau is 90% wat je dan... Ja, A2 is ongeveer 95%. B1 zeggen ze meestal dat 80% al begrijpt. Dus als je daar ergens tussenin gaat zitten, dan heb je nog een grote winst ten opzichte van B1. Ja. En ook daarvoor geldt, hè, als je een conceptbrief hebt, test hem ook eens met iemand die zeer hoog opgeleid is. Hè. Kijk eens even hoe het valt. Ja. Oké. Helder. Mooie vraag, dankjewel Lydia. Even kijken, zijn er nog andere vragen in de zaal, digitale ruimte? Ik zie zo 1, 2, 3, nog geen handjes. Wie weet komen die nog? Dan gaan we in ieder geval vast verder met het volgende blokje van deze presentatie. Even kijken. Dan gaan we door naar José Ketelaar van GGD Gelderland Zuid. Zij is eigenlijk al heel erg lang actief op gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. Vanuit diverse rollen bij diverse organisaties. Momenteel actief in Nijmegen omstreken. En ja, daar volgens mij hele mooie dingen aan doen die we ook graag met jullie delen. José, mag ik jou het woord geven om jezelf even kort voor te stellen en ons mee te nemen door jullie aanpak? Nou, goedemorgen allemaal, ik ben José Ketelaar. Ik werk bij GGD Gelderland Zuid als projectleider gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. En hiervoor heb ik gewerkt bij ROC Nijmegen, bij de volwassen educatie. Gaf ik les aan laaggeletterden en heb ik ook de taalambassadeurs bijvoorbeeld opgeleid. En dat bleek heel handig, want ik gebruik ze nog steeds heel veel in mijn werk. Omdat ik korte lijntjes met ze heb, haal ik ze vaak binnen bij onze GGD. Mag je door naar de volgende. Hier zie je even hoe ik terecht ben gekomen bij de GGD. Gemeente Nijmegen zet al jaren in op laaggeletterdheid en vervolgens een verbreding rondom gezondheidsvaardigheden. Het eerste project ben ik gestart in 2015. Nou, we zitten nu in 2024. En via verschillende geldstromen zorgen ze altijd dat, dat ik mijn werk kan doen binnen GGD Gelderland Zuid. Wat is mijn werk? Ik probeer zoveel mogelijk organisaties in de eerste lijn bewust te maken van beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar ook om handvatten en tools te geven om hier ook mee aan de slag te gaan. Dus mijn werk richt zich vooral naar buiten de GGD. Maar als je de expertise binnenhaalt, dan ga je natuurlijk ook binnen de GGD hiermee aan de slag. En in het eerste project, dat 4 jaar geduurd heeft, hadden we ook financiering om collega's van verschillende afdelingen hiervoor in te zetten. Mag je door, Tom? Wij kregen financiering en dachten toen, ja, wat gaan we doen? Er waren al wat mensen voordat ik hier kwam bezig met van, goh, we bereiken niet iedereen. En dat is juist wel wat we willen. We zijn voor de GGD en wij moeten iedereen bereiken. Daarom ook heb ik hem vooraan gezet. Ik zag dat Corieke zei van, ja, het maakt ook niet uit hoe je hem draait. Maar onze opdracht is om iedereen te bereiken. En dan is het ook goed om te kijken van, lukt dat ook? Nou, wij vonden dat we daar meer aandacht aan moesten besteden.
En we hebben dat gedaan door een werkgroep te formeren. Ik vertel het vanuit het GGD-perspectief, maar ik denk dat dit eigenlijk voor heel veel organisaties ook zo geldt. Dat is heel fijn als je met mensen van verschillende afdelingen gaat werken aan één thema. We hebben ook een GGD-brede werkgroep, vluchtelingen en migranten bijvoorbeeld. Dus dat is fijn, want er zijn verschillende manieren waarop je dit kan insteken. De bewustwording was heel erg belangrijk. Draagvlak creëren. Dat kan door collega's te informeren via intranet, via overleggen bij het koffiezetapparaat. Maar ook door een ervaringsdeskundige uit te nodigen. Die zijn in mijn optiek essentieel. Zij kunnen het verhaal vertellen waar zij tegenaan lopen. Dus dat zou echt mijn tip zijn. Zorg dat zij betrokken zijn. Neem het ook op in beleid of je visiedocument. Zorg dat het ergens staat, zodat je ook daar ook terug kan vallen. Je weet, hier werken wij aan, met elkaar. Dus zorg dat het ook in het beleid komt. Wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld met die werkgroep. We hebben verschillende afdelingen bij de GGD. We zijn met alle afdelingmanagers in gesprek gegaan. We hebben gevraagd van, goh, waar loop je tegenaan? Waar zou je aan willen werken? We hebben commitment gevraagd van, oké, als we het zo opstellen, ben je het dan mee eens? En mag jouw afdeling daarmee aan de slag? We hebben dat allemaal verzameld in een projectplan. En daar zijn we mee naar het MT gegaan. Om ook te vragen van, hey, hebben we jullie commitment? Zodat we eigenlijk door die hele organisatie kracht en de beslissing hebben genomen om te werken aan een toegankelijke organisatie. En de ervaringskennis centraal stellen, nou, dat gaf ik al aan. Ik vind dat zelf heel erg belangrijk. Dat was in het begin vooral voor laaggeletterdheid. Haal taalambassadeurs in huis, laat ze vertellen. Organiseer een lunch and learn bijvoorbeeld met een taalambassadeur. Organiseer iets in de week van lezen en schrijven. Of de week van de gezondheidsvaardigheden in maart. maar ook bijvoorbeeld om soms collega's bewust te maken van waar een laaggeletterde tegenaan loopt. Maakten we ook filmpjes, bijvoorbeeld voor JGZ, lieten we dan een laaggeletterde moeder aan het woord. Van waar loop je dan tegenaan? Dus we proberen die kennis van die ervaringsdeskundigen naar binnen te halen. Mag je door, Tom? Als je kijkt naar begrijpelijke materialen, digitale zorg en toegankelijkheid. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. En ik hoorde net de vraag en ik hoor hem ook altijd. Ja, maar wat vinden hoogopgeleiden dan? Ik denk ook, we hebben een verantwoordelijkheid als GGD om er te zijn voor iedereen. Dus moeten we ook zorgen dat iedereen het kan lezen. Wij gaan wel voor B1-niveau. En dat is ook bij onze website. We hebben een digitoegankelijke website gemaakt. Omdat we het ook belangrijk vinden dat mensen die een beetje digitaal vaardig zijn, toch hun weg kunnen vinden. En voor mensen die dat niet zijn, zijn wij telefonisch bereikbaar. En dat hoor ik ook altijd terug van ervaringsdeskundigen. Als er maar een telefoonnummer staat waar ik terecht kan, als ik maar iemand kan bellen. Dus dat is een belangrijke. Materiaal. We zijn sinds 2015 bezig en we hebben echt een enorme vertaalslag gemaakt in materialen. Onze afdeling communicatie is thuis in communiceren op B1-niveau. En we hebben gekeken van hoe kunnen we dat dan in de organisatie verspreiden. Ik hoor een telefoon. Even kijken. Ja, even kijken. Ad komt net binnen. Wil jij je microfoon nog even uit? Ja. Dan... Oh, sorry, ik was even afgeleid. Hoe kun je kennis over eenvoudig communiceren? Hoe kun je dat verspreiden onder, eigenlijk onder alle collega's die klantcontact hebben? We hebben bijvoorbeeld klinkende taal aangeschaft. Dat is een plug die meeloopt in Word. En daarmee kunnen we ons taalniveau testen. Dus als je met inwoners mailt
of iets opstelt, een brief of een flyer, dan kun je kijken van, hey, is dat ook inderdaad op B1-niveau of is dat te hoog? Moet ik er nog wat aan veranderen? Maar mijn collega's van communicatie geven ook trainingen in eenvoudig communiceren of eenvoudig schrijven. Dat doen ze ook wel soms extern op verzoek. En we proberen daar nieuwe medewerkers steeds in mee te nemen van dat we een bepaald niveau hebben. Als je met inwoners communiceert, dat je dat ook eenvoudig doet. En vooral in de beginfase hebben we ontzettend veel getest. Dus soms vooraf, soms halverwege, soms aan het eind. Waar we ook konden. En waar we dachten van, hé, nou is het nuttig. En een collega van mij zei van communicatie, die zei van, ja, dan, nu, ik heb dat al best vaak gedaan. Dus ik denk wel dat ik weet waar de kruk zit. En dan soms worden ze toch weer verrast door, oh ja, die had ik gemist. Dus dat blijft gewoon heel belangrijk om dat te doen. En de praktijkcheck. Ik heb er een link ingezet naar een filmpje waar wij een praktijkcheck doen in een gezondheidscentrum. En daarin zie je dat een taalambassadeur die moest zich melden bij de receptie van de huisartsenpraktijk. En die denkt, nou ja, goed, ik kom binnen en ik loop door. En hij meldt zich aan bij de fysiotherapeut. Dus dat is een leuk filmpje om straks nog even naar te kijken. Maar ik vind hem ook heel belangrijk, een praktijkcheck. Je komt er ook echt leuke dingen tegen. Ik voer hem ook veel zelf uit in de eerste lijn. Ja, sorry. Communicatief vaardige medewerkers. We hebben in dat projectplan ook echt gekeken van wat heeft welke afdeling nodig. En een afdeling bijvoorbeeld als AGZ die best wel soms ingewikkelde informatie moest geven over seksuele aandoeningen of infectieziekten. Daarvan hebben we gezegd van nou, jullie krijgen allemaal een training eenvoudig communiceren. En het belang daarvan is om je instructie duidelijk uit te leggen. En het toepassen van de terugvraagmethode. Zodat het beleid wat zij uitzetten ook zoveel mogelijk uitgevoerd wordt. Niet iedereen snapt de brief. Dus zorg voor verschillende voorlichtingsmiddelen. Dat kan een filmpje zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld, ik zag laatst had Steffi informatie over schurft in het Tigrinya. Nou, dat is dan heel fijn. Want dan is het gewoon in eigen taal. Het is een duidelijk en getest onderdeel van Steffi. Dus dat zijn hele fijne dingen om dan in te zetten. En zo ondersteun je ook mensen, zodat ze zelf uitvoering kunnen geven aan wat er van hun verwacht wordt. Want de meeste mensen willen wel goed voor hun gezondheid zorgen, maar niet iedereen weet hoe die dat doet. Als GGD kun je ook vragen opnemen in de monitor. Ook dat is een lastige van, want hoe bereik je ze? De mensen die de monitor invullen, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben. Dat is best een ingewikkelde, lange vragenlijst. We hebben er wel vragen in opgenomen rondom gezondheidsvaardigheden. Maar we weten ook dat we niet helemaal de groep mensen bereiken die we graag zouden willen bereiken. Dus dat is nog echt een punt waar we op kunnen verbeteren. Een voorbeeld waar het wel gelukt is, heb ik hieronder ingeplakt. Dat is een onderzoek in de coronatijd voor mensen, voor laaggeletterden en mensen met een LVB. En daar hebben we echt samen opgetrokken hoe je vragen stelt aan mensen. En het resultaat is te zien op het linkje. Dit is eigenlijk allemaal wat ik binnen de GGD doe met heel veel collega's. Nogmaals, mijn werk ligt vooral buiten. En ik probeer hetzelfde te doen wat ik net beschreef. In te zetten op bewustwording van beperkte gezondheidsvaardigheden. Wat kun je doen aan je communicatie? En dat kan schriftelijk zijn en dat kan mondeling zijn. Maar ook hoe herken je laaggeletterdheid? Ik vind het wel belangrijk om ook aandacht te hebben voor het vergroten van die vaardigheden waar het kan. Want we zien dat mensen die een half jaar een taaltraject gevolgd hebben, zien we een hele positieve verandering op het gebied van lichamelijke en mentale
gezondheid en ook sociale inclusie. Dus daar is heel veel winst te halen. Dus dat nemen we wel altijd mee. En het borgen, blijft het op de agenda staan? Hoe blijf je daar aandacht voor hebben? Dat is een belangrijke. Er zijn in Nederland heel veel taalakkoorden en bondgenootschappen. Daar kun je bij aansluiten. Je kunt elkaar daar inspireren. Je kan elkaar vinden. Je kan samenwerken. Dus dat is, als je daar nog niet bij aangesloten, zou ik zeggen van probeer daarbij aan te sluiten. Volgens mij zei Corrieke het al eerder. Je kan niet alles. Dus kies vooral waarmee wil je aan de slag gaan. En doe dat dan goed. Betrek de doelgroep. En mijn ervaring is dat je eerst heel veel moet zaaien voordat je kan oogsten. En soms moet ik zaaien, of soms zaai ik en dan duurt het wel 2 of 3 jaar. En dan komen ze toch terug bij, hey, je hebt dit toen aangeboden, geldt dat nog steeds? Waar ik had allerlei voorbeelden van waar ik aan meedoe. We hebben bijvoorbeeld nu net een aanpak, eerst aanpak laaggeletterdheid eerste lijn ontwikkeld. Die komt bijna op de site van de NEO Huisartsenzorg. Ook beschikbaar voor iedereen. We hebben meegedacht aan de bewegwijzering van het nieuwe ziekenhuis hier de Radboud UMC. Die hebben we geadviseerd. We voeren Voel je goed uit. En we werken samen met Groen Gezond en Beweging. Ja, met de HAN, dat is de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Ik geef daar ofwel les of we hebben projecten rondom VR, waarin studenten leren om laaggeletterdheid of gezondheidsvaardigheden te erkennen. En hoe maak je dat nou bespreekbaar? Dus er zijn heel veel mogelijkheden waar ik bij kan aanhaken. Ik werk zelf in het team Gezond Leven. Dat zijn gezondheidsmakelaars, volwassenen en gezondheidsmakelaars, jeugd en gezin. En zij werken in de wijk, werken heel veel samen met allerlei partners in de wijk. En zij nemen dit ook steeds vaker mee in al hun gesprekken. En al dingetjes die moeten gemaakt worden voor de inwoners. Want we horen vaak, ja, ze komen niet op het aanbod. Nou, laten we dan eens kijken naar, hebben we dan wel de juiste flyer ontwikkeld? En dan komt hij bij mij en dan mag ik hem testen met een taalambassadeur. Dus de olievlek is steeds groter. Ik denk dat je door mag naar de volgende. Ja, want een valkuil nog even. De term laaggeletterdheid is inmiddels een beetje ingeburgerd. En ik vind het dus, wat ik merk is dat de term gezondheidsvaardigheden, die moet echt nog landen. Dus mensen weten inmiddels wel, oh ja, laaggeletterdheid. Maar ik moet er echt nog heel erg mijn best doen om te zorgen dat we het hebben over gezondheidsvaardigheden. Nou, geleerde lessen, zorg voor structurele financiering, dat helpt echt. Ik heb, laat maar zeggen, ik kan kosteloos van alles doen binnen de gemeente Nijmegen, maar ik heb ook een werkbudget, dus ik kan ook een trainingsacteur inzetten om bijvoorbeeld eenvoudig communiceren uit te voeren. Dus dat is heel fijn. Doe het vooral met partners, samenwerkende partners in de wijk en in de gemeente. Want het vergroot je draagkracht. Sorry. Ondersteuning, kennis en expertise. Zorg dat je die hebt, of het nou van VAROS is, of dat het nou van een partner in je gemeente is. Zorg dat je die hebt en sluit erbij aan. De doelgroep. Een van de eerste dingen toen ik startte is alle taalambassadeurs bij elkaar roepen van, oké, ik mag wat gaan doen. Wat willen jullie dat ik ga doen? Nou, daar kwam bijvoorbeeld ziekenhuizen uit. Dat was het eerste wat ik gedaan heb. Betrek ze erbij. Zorg dat ze regelmatig testen. Zorg dat ze inspiratiesessies kunnen geven. En als afsluiter, geef niet op. Dit thema vraagt om een hele lange adem. Heb geduld. Het komt goed. En daarmee wil ik afsluiten.
Ja, dankjewel José. Volgens mij super fijn dat je al jouw lessen uit de afgelopen jaren met ons hebt gedeeld. En het woord dat bij mij steeds oppopt bij jouw verhaal is eigenlijk draagvlak. Hè? Draagvlak en positionering, samenwerking, bewustwording. Zowel intern als extern. En nou, super mooi om te zien hoe je die stappen hebt kunnen zetten. Even kijken hoor, tijdens jouw verhaal kwam er nog een vraag in de chat naar boven. Namelijk, heb je tips om te zorgen voor structurele financiering? Ja, dat is natuurlijk altijd interessant. Sorry, heb je? Heb je tips om te, hoe je kunt zorgen voor structurele financiering? Nou, volgens mij, als je helemaal teruggaat naar die eerste dia. De SPUC en Gala. Ja, de SPUC gelden en Gala gelden. Dat is... maar zeg, binnen de gemeente Nijmegen reserveren zij daar een stukje van hun budget voor dit project. En inmiddels is het geen project meer, maar is het een aanpak geworden. En, zo'n woord aanpak doet natuurlijk al iets met hoe een gemeente dat ziet. Hè? Dus of dat het niet echt heel kortdurend is, maar wat langer durend. Spukmiddelen zijn natuurlijk ook eindig. Maar goed, het is wel fijn als het gewoon in verschillende plannen blijft terugkomen. En wat je noemt die olievlekken. Ik denk dat het naar buiten toe naar uitvoerende organisaties interessant is. Maar ook als je kijkt naar de opdrachtgeverskant, naar de beleidskant. Dat die olievlek ook steeds vernieuwd blijft worden. En achterstandsfondsen hebben ook nog wel eens budget. Die zou je ook nog kunnen aanschrijven. Soms kun je het ook in een ZonMW-project schieten. Dat is dan wat kortduriger en misschien wat specifieker. En misschien is er ook nog wel een raakvlak met de LPA-gelden. Lokale preventiegelden. Ja. Dan zou je het kunnen koppelen bijvoorbeeld aan roken en gezondheidsvaardigheden. Mooie tips, dankjewel. Even kijken, ik zie een handje bij Anke. Jij hebt vast een mooie vraag. Ja, bedankt voor de presentatie. Heel mooi ook. En ik ben Anke en ik werk bij de GGD Kennemerland. En wij willen ons ook echt inzetten voor gezondheidsachterstanden, gezondheidsvaardigheden. We hebben ook een themateam gezondheidsachterstanden en willen hier heel graag meer mee doen. En een van de eerste dingen die we hebben gedaan is gekeken naar de responscijfers van de monitors. En we zagen inderdaad dat sommige groepen achterbleven en dat die minder goed worden bereikt. Nu hebben we focusgroepen gehouden met mensen met een Marokkaanse migratieachtergrond. Maar eigenlijk blijkt daaruit, en dat weten we ook wel uit onderzoek, dat het heel belangrijk is om hen persoonlijk te benaderen en ook samen die monitor in te vullen. Alleen is dat praktisch gezien vaak niet haalbaar. En het is ook de vraag wat het oplevert. Kunnen we dan genoeg respons krijgen? Is er dan een manier om toch deze groepen te bereiken met de monitors? Ik loop tegen hetzelfde aan. Dat is zo. Hè? Een bepaalde groep is waardig genoeg om hem in te vullen. Wat helpt is dat wij hier, laat maar zeggen, gemixt zitten. Dus laatst zat ik weer met een collega die hierover gaat. En die zegt dan ook, oh ja, als ik jou zie, dan denk ik weer aan, aan de monitor en de vragen en gezondheidsvaardigheden. Ik probeer zoveel mogelijk te prikkelen en te stimuleren om ook deze groep te bereiken. Wij hebben ook net, of tenminste voor corona was dat, of tijdens corona, een onderzoek gedaan met migranten. Outreaching, dus met onze laptopjes naar de mensen toe. Dat wordt enorm gewaardeerd. Komen jullie speciaal voor ons naar hier naartoe? Dat is echt een meerwaarde. Alleen, dat is praktisch niet haalbaar. Dus volgens mij is het goed om met elkaar als GGD bij degene die de vragen maakt uiteindelijk. Daar zijn een aantal beslismomenten. Volgens mij is dat waar we het steeds moeten aankaarten. Ik heb het antwoord hierop nog niet gevonden. En als jij hem hebt, graag, ik hou hem aanbevolen. Nou, dit is een mooie uitwisseling, denk ik. En, het heeft misschien ook wel te maken met de waarde die wij hechten aan cijfers. Hè? Dus als we uit monitor willen we graag gegevens halen, dat is echt al niet statistisch gezien en wetenschappelijk gezien. En, we moeten ook monitoren, want die gegevens leveren we aan bij RIVM bijvoorbeeld, voor het landelijk beeld.
Maar ik denk juist dat voor lokaal, voor gemeenten bijvoorbeeld, maar ook voor zorgverleners in de wijk, het heel interessant juist is om dat gesprek te voeren. Dus ik zou het ook gewoon proberen via die professionals en als aanvulling op het cijferbeeld, dat toch dat gesprek te voeren. En dat, ja. die workload daarvoor te verspreiden eigenlijk over meerdere professionals die in contact zijn met die inwoner. Ja. Nou, daar was wel iets mee, want nou schiet het me te binnen. Ik had namelijk een plan bedacht om het bij de deelnemers van ROC's van de volwassen educatie uit te rollen. Ik zei, nou, dan ga ik dat zelf wel doen. Maar dan telt het niet mee, omdat er is een steekproef. En dat tellen, dan, dus toen dacht ik ook, ja. Dus... Eigenlijk wordt het een soort van kwalitatieve bijlage bij het kwantitatieve precies. Rapport. Ja. Maar die wel juist heel erg waardevol is, denk ik, voor beleidsmakers, voor professionals in de uitvoering ook. Dus ik zou het toch aanmoedigen om het te doen. Ja. Ik denk, hoe meer je altijd in contact staat, hoe rijker het beeld eigenlijk wordt. Ja. Even kijken, ik zie dat we nog een vraag binnen hebben in de chat. Hoe hebben jullie de groep ervaringsdeskundigen gevormd? Ja, dat kwam omdat ik eigenlijk de mensen zelf had opgeleid toen ik nog bij ROC Nijmegen werkte. Bij Stichting ABC kun je altijd ervaringsdeskundigen aanvragen. Daar staat wel een budget tegenover, daar moet je wel iets voor betalen. En dan kun je aanvragen van, goh, ik wil testen bijvoorbeeld. Je kan ook testen, kun je ook uitbesteden. Dan is het rond de, ik denk, €500. En in mijn gebied krijg je dan een verslag. Je kan er ook bij zijn, dat raad ik je ook aan. En voor een praktijkcheck, dan huur je ze in. En misschien dat Corieke daar weet van hoeveel dat de kosten daarvan zijn, dat weet ik niet precies. Maar ik had het geluk dat ik de mensen kende. Ja, volgens mij qua kosten om en nabij €1500. Hè, want dan krijg je een begeleiding van een VAROS-adviseur die de test afneemt en de vraag stelt. En dan achteraf krijg je een verslag met foto's en verbetertips. Maar als je de precieze kosten wil weten, dan kun je dat bij me opvragen. Maar uit mijn hoofd zoiets, ja. Ja. Dankjewel, mooie aanvulling. Even zien, zijn er nog andere vragen? Voor José of voor Corieke of voor mij of voor Irene, voor wie dan ook. Misschien iemand die net nog een voorbeeld heeft aangedragen. Dan zie ik graag jullie handjes omhoog schieten, maar ik zie op dit moment niet heel veel handjes. Dan gaan we gewoon lekker verder. Want ja, kijk, we hebben natuurlijk heel veel inspiratie nu gehoord. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat het nog best wel lastig is. Ja, hoe ga je daar nou zelf mee aan de slag? En het kan best wel een grote, meeslepende opgave zijn misschien. Hoe ga je daarmee aan de slag in jouw organisatie of in jouw beleid of in jouw aanpak? Waar moet je dan beginnen? Gelukkig hebben we daar ook een mooi aanbod bij ontwikkeld vanuit VAROS. We hebben een ondersteuningsaanbod om met jullie daarin eigenlijk een stapje op weg te helpen en mee te denken. Corieke, zou jij ons daar iets meer over willen vertellen nog? Ja, zeker. Mag je gelijk naar de volgende slide? Kijk, dat ondersteuningsaanbod, dat zit op al die onderdelen van de cirkel. Kunnen wij op projectniveau, hè, kunnen we met jullie samenwerken om aan de slag te gaan. Jullie kunnen ook zelf op al die onderdelen aan de slag gaan. Hè. VAROS is gefinancierd door het ministerie van VWS. En alle kennis die wij ontwikkelen wordt kosteloos op de website beschikbaar gesteld. Dus er zijn allerlei tools en publicaties en instrumenten om met al die onderwerpen aan de slag te gaan. Maar op het moment dat VAROS uren gaat maken, hè, bijvoorbeeld het trainen van professionals of samen aan een project werken, dan zijn daar kosten aan verbonden. Dus dan weet je een beetje hoe dat in elkaar zit. Met name de vraag, hè, van waar moet ik beginnen? Het lijkt best wel groot. Die cirkel, die hebben wij ook in een test gevat. En die test die heet, hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen? En daar ga je dus aan de hand van die 10 onderdelen, ga je zelf scoren. Score ik daar groen, oranje of rood als organisatie? Nou, onderaan zie je meteen al een tip. Hè? Vul het ook met collega's in of vul het met elkaar in een lunchbijeenkomst in. Want je hebt als individuele professional misschien niet overal zicht op. En het is een indicatie. Hè? Het is een soort gesprekstarter om te kijken waar staan we nou zoal en waar willen we op inzetten.
Dus je krijgt dan ook een uitslag van hoeveel procent is jouw organisatie gezondheidsvaardig, hè, als indicatie. En dat is een heel, dat grafiekje of dat rapport, daarvan horen we dat dat helpt om daarmee dit aan te kaarten in je programmaoverleg, je teamoverleg of daarmee een start te maken. Naar de volgende. Die link zit ook in de test, in de PowerPoint. Hier zie je even een voorbeeld. Hè, dit is iemand, een organisatie die dan 72% heeft gescoord. Je ziet de verhouding tussen rood, oranje en groen. En grijs is niet van toepassing. En dan krijg je ook, je kan een rapport downloaden met de PDF. En dan kun je dus ook kijken, wat heb ik daarop geantwoord? En dan kun je eventueel daarin ook gaan werken van, hoe staan we er eigenlijk voor? Wat zouden we willen doen? En als aanzet voor een verbeterplan. Je hoeft natuurlijk niet precies hiermee te werken, maar die cirkel of die test gebruiken als kapstok, hè, om een plan te maken. Je zag José ook net heel mooi op al die onderdelen allerlei inspanningen beschrijven. Natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar die kapstok die helpt vaak wel om met elkaar te bekijken waar wil je mee starten. Dan mag hij naar de volgende. Nou, José heeft het net allemaal al beschreven. Hè? Je hebt die stappen doorlopen. Je gaf ook aan, het is echt een hele, hele lange adem. Ga naar die test kijken. Ga naar die cirkel en ga met elkaar in gesprek. Hè? Organiseer bijvoorbeeld, volgens mij heet het bij jou lunch and learn. Maar een lunchbijeenkomst, de meeste organisaties hebben wel een dergelijke bijeenkomst. Hè? Jaag het aan en ga ook kijken van wie zijn nog meer enthousiast. Hè? Wie kan ik tot een soort clubje vormen? Misschien eerst informeel en later tot een formele werkgroep, waarbij je ook wat middelen en uren in het jaarplan of beleidsplan kan gaan reserveren. Hè? Maar het is dus echt een lange adem. Als je ziet bij de voorbeelden die ik eerder noemde, Voorne aan Zee en Heerde, die hebben het net als bij jou ook, José, hebben die de SPUC-gelden ingezet om als doorsnijdend thema de gezondheidsvaardige organisatie aan te willen pakken. Dus vaak een invalshoek, hè, vanuit het verkleinen van gezondheidsverschillen, het creëren van gelijke kansen, daar is natuurlijk nu heel veel aandacht voor. Is dit een heel concreet onderwerp om mee aan de slag te gaan en echt drempels te verlagen en die gezondheidsverschillen te verkleinen? Mag die naar de volgende? Nou, deze e-learning is wel heel leuk. Hier zie je Eunice Tehaar Kooijman van de GGD Amsterdam. Zij werkt als sociaal verpleegkundige bij de SOA, het Centrum voor Seksuele Gezondheid Amsterdam. Ik zeg SOA Poly, maar dat is de officiële naam. Wij hebben ook een praktijkcheck gedaan met een ervaringsdeskundige. Die heeft gekeken naar de aanmelding. Dan krijg je een QR-code, dan moest je langs een aanmeldcel, dan moest je naar de wachtkamer. Nou, die heeft allerlei tips gegeven. En deze e-learning die gaat helemaal over hoe kan je het thema gezondheidsvaardigheden nou een plek geven in je organisatie. En niet vanuit beslisser of bestuur, hè, dat je al zegt van we gaan hier een strategisch speerpunt van maken en er zijn al middelen. Dat is heel vaak niet hoe het loopt. Hoe kan jij vanuit jouw individuele rol, hè, welke functie je ook hebt binnen de GGD of gemeente, hoe kun je nou een stap gaan zetten? Eunice neemt je mee in haar verhaal met allemaal korte video's over hoe zij dit heeft aangepakt. Er staat medio februari gereed. Het kan zijn dat als we de slides meesturen naar de e-mailadressen die je in de chat hebt achtergelaten, dat we deze al mee kunnen sturen. Het kan zijn dat die net 1 of 2 weken later komt. Dus misschien met permissie kan ik die dan nasturen, hè, aan hetzelfde bestand een weekje later. Maar misschien komt die al mee. Dus dat is een leuk vertrekpunt. En die cirkel en die test die staan daar ook centraal in het zoeken naar eerste stappen. Mag die naar de volgende? Ja, ik heb hier wat linkjes opgenomen. De link die ik niet heb opgenomen is dus naar de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dat is ook echt een tip. Hè? Als je aan de slag wil met dit thema en je wil, nou ja, net als dat José nu zoveel heeft verteld, je wil van andere organisaties horen hoe zij te werk zijn gegaan, wat je allemaal kan doen. Die Alliantie Gezondheidsvaardigheden is dan echt een goed vertrekpunt. Ik heb in de chat weer even gezet wat het inhoudt om partner te worden. Dus kijk daarnaar en vind ook gelijken, hè, in jouw zoektocht en in je aanpak. Sommige partners bij de Alliantie zijn al heel erg ver. Hè, net als José en anderen, die zijn ook net beginnend, zijn ook net zoekend. Dus je bent altijd welkom waar je ook staat. Oké, volgens mij was dit het laatste onderdeel.
van mijn sheets. Ja, daar zijn we. Dankjewel, Corieke. En ja, dus volgens mij ook een hele duidelijke oproep, hè, om contact op te nemen met ons als je hier gebruik van wilt maken. En nou, de contactgegevens staan hier op mooi op de slide. En zijn ze dus ook straks terug te vinden in het pakketje wat we gaan nasturen. Ja, we hebben inderdaad niet gevraagd of we jullie ook die link eventueel naar die e-learning nog na mogen sturen. Maar mocht je daar bezwaar tegen hebben, een keer even om. Ja. Zet dat dan nog even extra in de chat. En dan sturen we gewoon alle twee, misschien twee rondes naar jullie toe. Dan hebben we die AVG technisch ook weer getackled. Ja, dames en heren, we zitten nog niet helemaal aan het einde van de tijd, maar wel aan het einde van het programma. Ik wil jullie nog heel even de ruimte geven om eventueel vragen te stellen over het steunsaanbod. We hebben daar nog vragen over. Steek dan even je handje op of zet je microfoon aan. Dat mag ook. Even kijken, ik zie geen handjes. Nou, dan gaan we gewoon netjes afronden. Ja, ik ga jullie dus netjes op tijd afleveren bij het volgende overleg in jullie agenda. Maar dat doe ik niet voordat ik de sprekers heb bedankt voor hun tijd en moeite. Irene, Corieke, José, hartelijk dank. Maar ik wil jullie ook als publiek hartelijk danken. Want toch leuk om altijd een beetje interactie te hebben in zo'n webinar. Ja, dan zitten we ook maar een beetje saai tegen scherm aan te praten. Dus dank voor jullie vragen en opmerkingen. Mocht je de presentatie en link dus willen ontvangen per e-mail en de e-learning, laat dan je e-mailadres achter in de chat. Mocht je dat nog niet hebben gedaan voor degenen die misschien iets later binnen zijn gekomen, dan gaan we dat voor jullie regelen. Nou, als uitsmijter wil ik dan graag nog één ding onder jullie aandacht brengen. Namelijk de Week van de Gezondheidsverschillen. Die organiseren wij vanuit VAROS van 18 maart tot en met 21 maart. Voorheen organiseerden we altijd een studiedag vanuit Gezond In. Die was dan één dag. Maar ja, dit jaar gaan we veel groter. Want we hebben veel meer interessante dingen te melden. Nou, kijk op deze website voor het programma. En meld je ook aan voor een van de onderdelen als je daar interesse in hebt. Onder andere Corieke zal daar ook een workshop voor zorgen tijdens deze week. Dus dat is natuurlijk sowieso al een dikke tip. Nou, op onze website vind je ook nog allerlei andere webinars in onze agenda. Dus mocht je interesse hebben in andere onderwerpen rondom gezondheidsverschillen, kijk dan eventjes in de agenda en meld je daar ook weer voor aan. Nou, nogmaals hartelijk dank en ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.